Ik ben tevreden. Nou, tevreden zal Nico Oosterlijn niet helemaal zijn over hoe het met Rijnsburgse boys gaat. Maar de ploeg lijkt weer te zijn opgekrabbeld. En voor Oosterlijn is het een thuiskomst bij de club waar hij in 2008 algeheel amateurkampioen werd. FC Lisse. Rijnsburg krijgt de eerste vrije trap. En gelijk op een gevaarlijke plek. Wordt het Winter of Wolenski? Dit is de tweede. Maar dit is heel eenvoudig voor de Vries. Dat is de theorie van Mischa Salde, de trainer. Harder roepen, dan krijg je een vrije trap. FC Lisse nu over de grond. Met Messaoud. En Zoontjes. Aanvoerder duikt daar gevaarlijk op. In de rebound loopt het spaak voor Lisse. Maar dus gelijk al twee kansen aan weerszijden. Het begin is veelbelovend. Rijnsburg. Gootjes. En hier is Leitoe. En die moet dit afmaken. Op bezoek bij zijn oude club. Hij is samen met Kevin Winter terug op de plek waar hij kampioen werd. Met Nico Oosterlee dus ook. En hier een schot van Greuter. Andere speler met een verleden bij FC Lisse is ook nog Breinburg. Kortom, een bijzonder weerzien voor Rijnsburgse boys. Althans voor veel spelers en stafleden. Leitoe weer. Nu laat hij het aan Winter. Scheelt helemaal niet veel. De captain wil zich dolgraag laten zien op bekend terrein. Buis. Probeert het over de flank. Onverzetbaar. En Van Marwijk. Van Marwijk bij de eerste paal opgedoken. De spits heeft een basisplaats omdat Hagari geblesseerd is. Hetzelfde geldt voor Vermeulen. Aanvallend gezien de naderlating voor FC Lisse. De Graaf. En wederom Van Marwijk. Nu is de inzet te slap. Van de centrumspits. Vervelend moment voor Rijnsburgse boys. Leitoe houdt het nog geen half uur vol. Moet geblesseerd naar de kant. Zijn plaats wordt ingenomen door Pepijn Kluin. Schet de diepte in. Combinatie aangegaan met Gootjes. Nee, het is Kluin. Maar die krijgt het voor elkaar om de bal over te mikken. Dit was een opgelegde kans. Opnieuw voor Rijnsburgse boys. Maar het blijft dus 0-0 halverwege. Snelle uitbraak van Lisse. Greuter. En Fokkema. De redding is stijlvol van Nieuwkoop. Lisse start scherp aan de tweede helft. Het is een open wedstrijd. Op Ter Spekke. Nu Rijnsburg weer. Schet is los van de goede. Schet gaat voor eigen succes en treft de paal. En de Vries haalt opgelucht adem. Het golft heen en weer. Weghalen door Olenski, maar Rijnsburg nog niet uit de problemen. Sterker nog, de goal is van Messaoud. Bal valt tussen wal en schip. En de rechtsbuiten, die tot op dit moment eigenlijk nog geen bal goed heeft geraakt, doet dat nu wel. En brengt Lisse na iets minder dan een uur spelen op 1-0. En geeft dat de ploeg van Mischa Salde dan vleugels. Greuter met de voorbereidende actie en nota bene Fokkema met het hoofd. Maar Dennis Greuter is aanwezig bij FC Lisse. Dat er nu weer vandoor gaat. De Graaf is weg. Randje buitenspel. Ontsnapt aan de aandacht. En verdubbelt de score. De veteraan. De onvermoeibare Edwin de Graaf. Alleskunner. Staat geen buitenspel uiteindelijk. Is Breinburg te slim af. En dus ook Richard van Nieuwkoop. En Lisse lijkt op rozen te zitten.
Kan vrijuit verder voetballen. De Graaf weer. Stelt nu Fokkema in staat om te scoren. Maar hij houdt Van Nieuwkoop hem vanaf. Duel had dus al lang en breed beslist kunnen zijn. Maar beide teams laten veel riante mogelijkheden liggen. Fokkema gezocht. Maar Lisse blijft aan de bal. Nu Van Heulen. Speelt niet zijn meest gelukkige wedstrijd in het shirt van FC Lisse. Nu gaat zijn inzet net naast. Tijd begint te dringen voor Rijnsburg. Schet nu combinerend met Vreken. En wat Kluin hier probeert is niet duidelijk. Maar Rijnsburg heeft het niet meer. Lijkt rijp voor de slacht. Greuter. Weer voorin te vinden. En nu vindt hij de vuisten van Van Nieuwkoop. Kan het nog voor Rijnsburgse boys? Dat bij een nederlaag definitief lijkt af te haken in de strijd om de titel. Vooraf was het gat nog 7 punten. Olenski vindt Gootjes. En die brengt de spanning terug. Een minuut voor tijd. En dat doet hij met een jubileumgoal. Zijn 100ste namens Duijen. Maar een feestelijke aangelegenheid is het voor ons nog niet. Hoewel er 6 minuten aan de wedstrijd toegevoegd worden. Komt de gelijkmaker er nog. Olenski pompt hem het 16 meter gebied in. En Schet. Oh! Dat had het moeten zijn. Maar Lisse wint van Rijnsburg in een vermakelijke derby. Ik denk dat we het echt verdienen waar we nu staan. En in het begin had iedereen zoiets, zo, Lisse zo hoog. Maar ik denk gewoon dat we dat gewoon verdiend hebben. Als we elke week kijken hoe we spelen. Vandaag vond ik het voetbal het wat minder. Maar Rijnsburg ook gewoon een goede ploeg. Maar de andere weken denk ik dat wij het gewoon goed gedaan hebben. En ik denk dat we gewoon heel terecht staan waar we nu staan. Ja, dit komt wel hard aan. Ik vind dat we vandaag goed gevoetbald hebben. Ik vind dat de jongens ook alle complimenten van mijn kant en van de technische staf moeten krijgen. Ze hebben hard gewerkt. Het enige jammer is dat ze zichzelf niet beloond hebben met een overwinning hier. En ja, dat is zonde. En dat is een beetje de story van dit seizoen. We lopen een beetje achter de feiten aan. En we kunnen wedstrijden veel eerder naar onze hand zetten. En we kunnen het ons soms veel makkelijker maken dan dat we dat nu doen. En ja, dat is jammer.